Al Green met Take Me to the River. Nou heb je net verteld wat dus de marketingkant is en het CRM wordt gevuld met mijn gegevens over, kun je alles mee doen, maar wat kan sales dan verder doen? Nou, sales die kan, die ziet natuurlijk ook al die informatie en die software, die CRM kant, die kan ook berichten naar sales te sturen als ze vinden, als die software vindt van nou, je hebt met deze klant, daar moet je echt naartoe gaan bellen, daar moet je op gaan acteren. Nou, wat er dan gebeurt is dat die sales ook in het CRM gaat kijken. Wat heeft die potentiële klant allemaal wel niet gedaan? Dit heeft hij gedaan, want deze vragen zijn er gesteld enzovoort. Hij is ook nog een keer op social media apart nog een keer is hij gesignaleerd dat hij vragen heeft gesteld. Bijvoorbeeld over ons bedrijf. En al die dingen bij elkaar neemt hij in zijn achterhoofd. Gaat research doen vanuit dat standpunt op de website van de klant. En in ons geval gaat het over marketing en sales. Als wij dat dan doen, dan zien we dat er bijvoorbeeld niet geblogd wordt of wat dan ook. En dan maken we een verbeterpuntenlijst en nemen contact op met jou, Jan. En dan zeggen we, hey Jan, je hebt nu een paar keer een e-book gedownload. En dan gaan we het gesprek aan. En dan willen we weten, want we weten het eigenlijk al via de CRM-informatie, maar dan willen we echt weten wat jouw mond, wat is nou jouw beweegreden geweest? Heb je te weinig kwalitatieve leads? Of heb je gewoon sowieso te weinig leads, zodat je je omzettarget niet kan halen? En als sales wil je dan helpen om in kaart te brengen wat nou je echte probleem is. Waar zit het? Wij zeggen dan, waar zit het gat van Jan? Want hij kan natuurlijk zelf een bepaald soort bepaald bedrag aan omzet binnenbrengen. Ja. Maar je komt tekort. En dan kunnen wij het gesprek aangaan van waar zouden we dan kunnen helpen? En als jij dan zegt, oh, daar ben ik wel geïnteresseerd, dan gaan we dat gat verder in kaart brengen. Daar hebben we een methodiek voor. En dan zien wij wat we moeten gaan doen aan de marketingkant en aan de softwarekant. Maar dat kunnen jullie ook voor bedrijven doen met een vorm van een abonnement of zo? Ja, wij hebben. Ja, anders moet je er al die kennis van gaan opdoen in eerste instantie. En dat is natuurlijk weer tijdrovend om dat allemaal te weten hoe dat moet. Je bedoelt dat klanten dat. Dat ik het aan jou uitbesteed. Ja, er zijn klanten die besteden het volledig aan ons uit. Maar dan heb ik één vraag altijd terug. Stel je voor dat jij de directeur bent van dat bedrijf, zeg ik, dat is goed, ik wil het graag voor je doen. Hè? Je hebt ook het budget ervoor. Ja. Alleen ik wil één iemand binnen hebben bij jou als soort contactpartner. Als ja, die heb je wel altijd nodig. Dat is duidelijk. Ja, dat is logisch. En je hebt klanten die leren het heel snel. En dan maken wij onszelf overbodig. Dat kan ook. Dat is ook slim. Je leert ze vissen. Ja. We gaan luisteren naar een heel leuk plaatje van lang geleden. Maar die gaat precies vertellen wat inbound marketing eigenlijk doet. En dat is Mary Hopkins. Hier is Knock Knock, Who's There?